Het geneesmiddel van de week is abacavir. Waarom abacavir? Abacavir is het eerste geneesmiddel waarvoor het verplicht is om voorafgaande aan het voorschrijven een farmacogenetische test te doen. Ongeveer 5 tot 8 procent van de blanke patiënten die abacavir gebruiken kan een ernstige overgevoeligheidsreactie krijgen die ook fataal kan zijn. Die reacties treden op in de eerste weken na het starten van het gebruik. En dankzij die farmacogenetische test is de incidentie van die bijwerking flink gereduceerd. Abacavir is een onderdeel van de behandeling van patiënten met een HIV-infectie. Het is een nucleoside reverse transcriptase remmer, een NRTI. Het werkingsspectrum van het geneesmiddel is beperkt tot retrovirussen, zoals het HIV-virus. Het officiële advies, zoals ook verwoord in het farmacotherapeutisch kompas, is. Niet gebruiken bij patiënten die drager zijn van het HLA B57.01 allel omdat die patiënten meer kans lopen op ernstige overgevoeligheidsreacties, tenzij geen ander therapeutisch alternatief beschikbaar is op grond van de behandelhistorie en resistentietesten, dan alleen starten onder strikt medisch toezicht. Die voorwaarde aan het gebruik is gebaseerd op twee belangrijke studies, die ik allebei kort zal tonen. Het eerste onderzoek is uitgevoerd onder 195 patiënten die voor het eerst met Abacavir behandeld werden. Van die 195 patiënten kregen er 18 de overgevoeligheidsreactie. En van die 18 waren er 14 positief voor het HLA B5701 allel. Onder de 167 patiënten die geen last kregen van de overgevoeligheidsreactie, kwam dat HLA allel slechts voor bij 4 patiënten. Kortom het optreden van de overgevoeligheidsreactie was sterk gekoppeld aan de aanwezigheid van dat HLA allel. In een vervolgonderzoek is bestudeerd of het screenen op dragerschap van het HLA allel het optreden van de overgevoeligheidsreactie kan verminderen. Dat onderzoek werd gedaan onder 1600 patiënten. In de controlegroep werd wel bloed afgenomen om later de test als nog te kunnen doen. Maar werd abacavir sowieso gestart. In de screeningsgroep werd abacavir alleen gestart indien de patiënt het HLA-allel niet bezat. Deze tabel toont de resultaten van het onderzoek. In de controlegroep van 847 patiënten kregen er 66 last van de overgevoeligheidsreactie, en dat was dus 7,8 procent. In de screeningsgroep kreeg maar 3,4% last van de overgevoeligheidsreactie. Dat verschil tussen 3,4% en 7,8% was in deze grote studie hoogsignificant. Een belangrijk onderzoek, speciaal opgezet om de waarde van een farmacogenetische test te onderzoeken. Dit laatste onderzoek heeft ertoe geleid dat het college ter beoordeling van geneesmiddelen de verplichting heeft ingevoerd om voor het beginnen van de abacavir behandeling op dragerschap van het HLA-allel te screenen. Samenvattend. Abacavir is een onderdeel van de behandeling van patiënten met een HIV-infectie. Het gebruik van Abacavir is geassocieerd met het optreden van een ernstige overgevoeligheidsreactie. Het optreden van die overgevoeligheidsreactie is sterk gekoppeld aan de aanwezigheid van het HLA-B5701-allel in het DNA van de patiënt. En screenen voor het beginnen van de behandeling op dragerschap van dat HLA B5701-allel is daarom verplicht. Abacavir is het eerste geneesmiddel waarvoor een dergelijke verplichte screening is ingevoerd.